Bisschop. 4-0 winst uit bij Sveel. Ja, en ik haal jou in voor de camera. Want ja, 1 doelpuntje gemaakt. Plus een lekkere wedstrijd gespeeld. Ja, dat klopt. Ja. Ging wel lekker, ja, vandaag. Dus, je hebt de overstap gemaakt van zondag 2 naar de zaterdag. Dan weet je dat de concurrentie groot is. Ja, dan ben je blij, denk ik, dat je vandaag gewoon eens even 90 minuten mag knallen. Ja, ik denk dat ik gewoon geluk heb dat Guido geblesseerd is. Anders zit ik ook gewoon op de bank, denk ik. Ja. Heb je daar vrede mee? Natuurlijk. Dus, is het een sporter eigenlijk niet eigen, hè? Nee, maar het is niet anders. Kijk maar naar deze wedstrijd, eerste helft, kun je denk ik niet tevreden over zijn? Nee, denk het ook niet, nee. Nog een grote kans gemist, ik had eerder moeten reageren, maar dat deed ik niet. Nou, dan heb je het even over jezelf, maar als ploeg zijnde, wat konden jouw inziens beter? Afmaken. Nou, de ruimte lager, hè? Ja, genoeg. En goede keeper bij Sveel? Die heeft aardig wat gepakt, ja. En uiteindelijk is de kracht, denk ik, voor jullie dat je dan uiteindelijk wel blijft doorzetten. Ja, dat klopt. We zetten wel goed door met z'n allen. Blijven druk zetten. En dan vlak voor rust, dan komt eigenlijk die bevrijdende goal, hè? Het doelpunt van Saroni Vereniging. Ja, dat klopt. En dan is het 1-0 voor jullie. Want ja, tot die tijd heb je denk ik toch wel een beetje in je hoofd van, nou ja, die bal die kan aan de andere kant dan één keer toch een keer toevallig goed vallen. Ja, als wij gewoon doordeden waar we mee bezig waren, dan zouden we verder uitlopen. En dat is ook gebeurd. Ja, want in die tweede helft zag je echt duidelijk het klassenverschil met Sveel, hoor. Ja, dat klopt. Conditie nu kwamen ze ook tekort. Wat gebeurde er eigenlijk bij die 2-0? Want dat was wel een bijzondere situatie. Die keeper zag er niet lekker uit. Ik weet het niet eens meer. Oh, die van Ruben. Ja. Ja, nou ja. Volgens mij liep zijn eigen verdediger hem in de weg. En uiteindelijk 3-0, 4-0 van jou. Wat ik al zei, bevrijding. Die volgende bekerronde, ja, die is eigenlijk wel binnen. Nou, dat dacht ik ook wel, ja. En als je dan even naar jezelf kijkt, overstap vanuit de tweede van Hoogeveen Zondag. Van waar heb je de stap gemaakt naar de zaterdag? Ik was zaterdag weer geen stap. En dat kon niet. Ja, kon wel, maar zondagmorgen om 10 uur eruit en om 6 uur weer ben je 3 keer niks. Ja, in die reserve hoofdklasse waren de wedstrijden nog verder weg? Ja, ook dat, ja. Ook dat nog, maar... Ja, eigenlijk ben jij dan een klassiek voorbeeld, hè? Want ja, het zijn heel veel spelers, hè, die zeggen van ja, ik wil zaterdagavond graag uitgaan. En dan die zondagochtend, dat wordt minder. Dat hele zondagvoetbal wordt denk ik dan minder in die reserveklas, of niet? Ja, misschien wel. Misschien komen er wel meer animo de aankomende jaren, maar dat weet je niet. Heb je ook het gevoel dat het bij de jeugd ook wat meer speelt in Hoogeveen? Dat die zaterdag met je ook wel wat meer gaat leven? Dat er eigenlijk wat te kiezen valt? Nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Eerst heb je wel de zondag gespeeld, heb je eerder gedacht om die overstap naar de zaterdag te maken? Nee, ik wou eerst gewoon de planning bij zondag blijven, maar op zaterdag gaan we een paar bier drinken met de kameraden. We gaan nu in de stap, maar dan ga ik naar huis, ik wil ook gewoon mee in de stap. Ja, een duidelijk verhaal. Nou, je vertelde in het begin al even, ja, Guido ter Kaat is de grote concurrent natuurlijk. Dat wordt natuurlijk een heel lastig verhaal, maar kun je op zich op meer posities uit de flank, op de flank bijvoorbeeld ook uit de voet? Ook wel, ja. Maar ook daar is de concurrentie natuurlijk groot. En ja, ik begrijp eigenlijk ook een beetje uit jouw verhaal dat je op Zurich zich ook wel zoiets hebt van, nou ja, goed, als het niet lukt, dan speel ik net zo goed in zaterdag 2. Ja, dat maakt mij niet uit. Ik maak aan voetbal. Nou goed, deze heb je meegepikt, Seb. En nogmaals complimenten. Ja, dankjewel.